Kom, varkens. Ja! Yeah. Slag van de boot. Ja! Yeah. Op naar het doel. Op naar het doel. Goed, goed zo. Dat is eendracht. En nu zingen. Laat het bloed stromen. Mensen vermalen elkaar tot salami. Wij zijn te goed voor het speech in de Bami. Vorsten en burgers, vergeet maar laarderen. Wij weten wat beters dan nauw marineren. Wij lenen ons niet meer voor euthanasie. Wij zijn hier wat meer dan een vleesfantasie. Wij geven de opstand en knorkuterie. Leven de macht van de varkanarchie. Bravo. En nu voorwaarts. Hé, hey, hop. Wij leven ons niet meer voor euthanasie. Wij deugen niet meer voor de Vlaamse gepraat. Wij zijn nu volwassen, wij maken ons kwaad. Voor allen die verbijsterd naar dit schouwspel staren, zal ik nu 2500 jaar verklaren. De toekomst leert immers dat de geschiedenis er een van zinloos bloedvergieten is. Je houdt een paard een wortel voor, dan draaft hij wel, maar mensen moorden gratis op bevel. Het denkvermogen van een menselijk dier zorgt ten alle tijden voor vertier. Ze denken dat het leefbaar maakbaar is en zien niet dat dat foutje kostbaar is. Dan geven ze een vrouw of buurman aan, dan zien ze hun eigen kinderen niet meer staan. Eeuw na eeuw, beschaving na beschaving, bewijst de algemene moordverslaving. Er is nog nooit een pacifist of filosoof geweest, of hij is deel geworden van het grote slachtingsfeest. Hoeveel boeken de Vredesbibliotheek ook telt, ze geven voedsel aan het vuur van het geweld. En voor mij als mensenhater is er geen beter leven dan het ontketen volk het groene licht te geven. Nu dit. Als één groep in houtskool krijt, hangen hier drie dooien. Daarmee geen zin tegenstrijd, een as om te vergooien. Ook gepikt? Om de dooi dood niet. De vrucht van postmortale depressie. Nou, mond houden nou. Want ik mediteer. Wat een vlijt. En wou je daar soms wat mee? Ja, inderdaad. Ik ben nu bij de lichte pad. En als ik een uurtje flink door heb, kom ik bij de lotus.